Welkom bij dag 7, de praktijkdag. Op dag 7 presenteer jij je case van jouw proefcoaching. 10 minuten, heel strikt, meer tijd krijg je niet. Vertel je wat je hebt gedaan met je coaching, maar ook wat dat met jouzelf deed. Welke emoties heb je zelf ervaren? Wat zegt dat over patronen in jou? Dus je krijgt een stukje procesverslag en een stukje reflectieverslag. Reflectie op je eigen handelen. En na die 10 minuten krijg je nog een paar vragen en zal ook de groep je feedback geven. Maak je niet al te ongerust, het is echt bedoeld als praktijkdag. Als jouw verslag van tevoren is goedgekeurd, dan moet je het wel heel raar maken, wil je het niet halen. Zie het als een mooie gelegenheid om van je collega's te horen welke tools en technieken ze hebben toegepast en hoe zij zich ontwikkeld hebben. Dat zorgt dat je alles nog eens op zijn plek kan zetten en dat je een goed overzicht krijgt van de meest gebruikte tools en technieken. Ik wens je een heel boeiende dag 7.